De resortraad van Münder heeft gisteren in het kader van de Internationale Dag van de Vrouw, die op 8 maart is herdacht, 6 vrouwen in de bloemetjes gezet. Uit eigen middelen heeft de resortraad pakketten samengesteld en overhandigd aan de vrouwen. Secretaris van RR Münder, Shailes Ramdin, hoopt dat dit initiatief komend jaar groter wordt uitgevoerd. Waarbij we graag nu al benaderen een sponsor of een eventuele vrouwenorganisatie, dat we dus volgend jaar een beetje grootschalig dit project kunnen doen. Maar dus de bedoeling van dit jaar is dat we dus 6 pakketten gaan doen aan 6 sterke vrouwen. En met sterke vrouwen bedoel ik gevallen die je niet alledaags meemaakt. We hebben 6 personen geïdentificeerd die allemaal alleenstaand zijn, eventueel kinderen hebben, die kinderen verzorgen en ook zelfs familieleden, je ouders of anderen in het huis. En dan hebben zij dus alleen de zorg over en dan begrijp je hoe zwaar het voor ze kan zijn. Dus met deze pakketten willen we dus hun proberen te helpen. Shailes Ramdin, secretaris van de resortraad Münder. Hij zegt dat de resortraad Münder ook mannen wil gedenken op de Internationale Dag van de Mannen, als er daarvoor ruimte is.